Roxane, de Giro staat op het punt van beginnen. Kijk je er een beetje naar uit? Ja, Giro is de mooiste ronde voor de dames die er is. Goed eten, mooi weer, meestal. Ja, het is gewoon, ik heb er heel veel zin in. Heb je je goed voorbereid? Ja, uiteraard. Je kan hier niet aan de start staan. Het wordt een hele zware 8 dagen als je hier slecht aan begint. En goed uitgerust. En ik denk dat ik er klaar voor ben. Wat is jouw rol binnen de ploeg? Ik denk dat ik een ondersteunende rol heb. En het ligt ook wel een beetje aan hoe ik me voel. Ik denk niet dat ik heel lang mee kan met de echte klimmen. Maar de stukken daarvoor wel. En misschien wel het begin van de klim. Maar als ik goed ben, dan probeer ik er zo lang mogelijk te zijn voor de kopvrouw. Heb je ook nog persoonlijke ambities? Nou, ik zou natuurlijk heel graag een etappe willen winnen. En ik denk dat dat bij ons in de ploeg ook wel mogelijk is. En dat is natuurlijk je eigen ambitie. Want een Giro-etappe winnen is natuurlijk onwijs gaaf. Maar goed, iedereen is op en top in orde in de Giro. En dat is gewoon heel moeilijk. En ik hoop gewoon dat ik na afloop goed terug kan kijken naar een goede Giro. En waar ik het beste uit mezelf gehaald heb.